hebben diezelfde reis ook Neuengamme bezocht. Daar was ik dus al geweest alleen. Maar samen met hem om aan zijn, letterlijk aan zijn hand over het kampterrein te lopen, de appelplaats. De plek waar mensen werden opgehangen, vermoord. De plek waar gematteld werd, de plek waar ze sliepen. Waarin iemand dat zelf vertelt aan je. Nou, dat is heel erg indringend. En ik heb toen ook, ik had het manuscript al deels klaar. En ik heb een hele stuk opnieuw geschreven, omdat je zoveel extra informatie krijgt. Wim Alosserij, de hoofdpersoon van dit boek, heeft in 3 concentratiekampen gezeten. En op de Kap Arkona. En dat was een luxe cruiseschip. Dat schip is gebombardeerd aan het einde van de oorlog. Dat heeft hij allemaal overleefd. En op 94-jarige leeftijd doet hij zijn verhaal. En dat is eigenlijk voor het eerst dat hij volledig, inclusief alle details, vertelt wat er is gebeurd. Daar heb ik veel onderzoek naar gedaan. Daar heb ik gepoogd om het in een kader te zetten. Om allerlei randzaken die bepalen waarom hij dat heeft overleefd en waarom hij het gered heeft, om die mee te nemen in het boek. En dat is een heel waardevol oorlogsdocument geworden. U heeft zelfs met de meneer alle concentratiekampen bezocht. Ja. Word je daar zelf ook emotioneel bij betrokken? Ja en nee. Op het moment dat je daar bent en iemand neemt jou letterlijk aan de arm mee en laat zien, daar zijn mensen vermoord. Daar moesten we 's nachts slapen. Daar werden we gemarteld. Ja, dan doet dat wat. Dat doet wat met ieder mens. Zeker als iemand van 94 die het zelf heeft meegemaakt, dat aan jou vertelt. Ja. Tegelijkertijd, op diezelfde avond dat wij in dat concentratiekamp Neuengamme waren, hebben in de bar gezeten, een paar biertjes gedronken en was Wim Alosserij moppen aan het tappen. Dus het was iemand met een hele warme persoonlijkheid, waardoor het ook als schrijver, auteur en onderzoeker van zo'n boek toch mogelijk was om de balans te vinden. De eerste keer dat een boek van mij vertaald wordt, in dit geval zelfs in 7 talen. Volgende maand, eind oktober, de 28e, komt het boek in Engeland en de Gemene Best op de markt. En de Gemene Best betekent ook in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Kenia, nou, you name it. Dat is natuurlijk fantastisch, maar het gaat in 2022 ook verschijnen in Amerika, Frankrijk, Italië, Slovenië, Roemenië en Hongarije. Ja, dat is een grote afzetmarkt. Ja, en dat is natuurlijk mooi om het verhaal van Wim, want uiteindelijk draait het daarom. Ja. Om zijn verhaal, zijn ervaringen, om dat met de wereld te delen. Dat verdient hij, dat verdient dit verhaal. Ja. En uiteindelijk ben ik blij dat het zo wordt ervaren. Nadat het boek De Laatste Getuige uit was, 2 weken daarna, is Wim Alosserij helaas overleden. Maar zijn familie is zeer betrokken en ik informeer hun ook telkens. Ze vinden het ook prachtig dat hun vader toch op deze manier voortleeft.